P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè? Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe, ik ben al van Immen, een grote fan van het eiland. En ik ben Evie, ik was nog een kind toen het eiland begon, maar ik werd fan zo gauw ik de serie ontdekte. Dus ik kom met heel veel plezier meebabbelen. En vandaag doen we dat niet alleen. We hebben er vandaag iemand bij met een indrukwekkend palmares met programma's als De Witte van Zichem, De Collega's. Meesterij begint weer. Ad Fundum, Buiten de Zonne, Wittekerken, FC De Kampioenen. En het eiland. Dus het eiland. Is iemand voor u de passage in het eiland zeker niet de eerste of grootste rol was, maar toch absoluut een memorabele rol. In het eiland hebben ze de Jean gewist, maar wij wekken hem vandaag even terug tot leven samen met Jacques Van Assen. Hallo, dag Jacques. Goedenavond. Heel fijn dat je ons wou ontvangen hier om eens over het eiland te komen babbelen. Met plezier eigenlijk. Want het is een periode waar ik me heel veel plezier en genoegen aan terugdenk eigenlijk. Maar het is wel lang geleden, hè, want ik denk dat ze uit het diepste van mijn gedachten moeten komen ergens. Maar we gaan u wel helpen om je geheugen wat op te frissen. Ja. We hebben wel een paar leuke dingetjes gevonden. Weet je zelf nog hoe dat je bij het eiland of misschien bij Jan Eelen terechtgekomen bent? Of hoe dat ze daar... Ik had met Jan Eelen, geloof ik, van eigens of zoiets, met de computerlessen had ik een reeks meegedaan. Zo heb ik denk op die manier Jan leren kennen, maar hij had ook hij was op dat ogenblik ook bezig voor bij ons, voor het arsenaal, iets te maken, een soort huistheater. Dat we bij de mensen thuis zouden spelen. Het is niet doorgegaan uiteindelijk. Zo. Op die manier heb ik dat. En dan ik heb met Jan ook in de ronde meegewerkt eigenlijk ook. Ja, ook, juist. Ja, dat was dan na het eiland. Ja, dat was na het eiland. Voilà, ja. Ja. En ja, misschien eens kijken naar een fragmentje van het prille begin. Dus, voor mij waren de wat dat naar verwijst nu van in Van Eijgens, van Man bij het Hond, die sketchjes, daar vrij laat, dus eigenlijk bijna maar de allerlaatste keer dat ze dat uitstonden, want dat was eigenlijk al zo'n keer gestopt en dat heette toen daarna Van Eyre. Van Eyre. Van, ja. Van Eyre, dus dat was het eigenlijk. En toen werd hij plots het gezicht van een personage dat al heel lang buiten beeld bestond, maar dat had nog lang geen gezicht. Dat was Gilbert, de collega van de papi. Van de Pisser. Dat is juist. Dat klopt. Ja, de collega's gaan het. Dat komt ook nog aan bod. Dat was ik al helemaal vergeten. Ja, die computerlessen dat waren echt supergoeie Van Eyre sketchjes. Dat zat zeker bij mijn favorieten. En dat was ook. Want ik was natuurlijk ook al grote fan van Van Eyre. En plots die Gilbert. Waar dat er veel sprake van was, plots werd dat iemand, omdat hij op computerles moest met Gilbert. Ja. En ik heb daar zelf ook een fragmentje van klaarstaan, dus we gaan er ook een keer naar eentje kijken. En ook, ja. Niet Gilbert, kom. En stiller. Nee. Doet het niet. Daar is hem. Goedemiddag heren, welkom op de bijscholing computer. Ik zie dat we met veel volk zijn, 20 man, dat is toch een hele... Meneer. Ja, meneer van achter, ja. Dat is zo Hij doet het niet. Nee. Inderdaad, dat is het eerste deel van de les van vandaag. Oh, meneer, mag ik u vragen om alstublieft niet te slaan op de apparaten? Ze zijn zeer kostelijke apparaten. Dus. Nee, het eerste deel van de les vandaag zal bestaan uit hoe schakelen we de computer aan? Gezamenlijk zullen we de computer schakelen. Goed, en nu inderdaad toch een vraag stelt. Ziet iedereen op zijn tafel de twee rode knopjes staan? Ja. Nee, voor de mannen van achter. Op de tafel zelf.
op de tafel zelf staan. Ah, deze kant. Ja, duur maar. Ja, 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 voilà. Zo gaan de rode lichtjes branden. Zo kan ik zien dat u een vraag wilt stellen. Voilà. En zo storen we de rest natuurlijk. Ah ja, want anders is iedereen... Rust in de groep. Ja, rust in de groep. Ja, dat begint iedereen. Goed, dan zullen we eraan beginnen. Is iedereen... Ja, meneer van achter. Meneer, vooraan. Ja, ik ja. heb een klein voorstel met een tweeën ter bevordering van de groepsfeer. Ja, zou het niet goed zijn, moesten wij elkaar beter leren kennen via een kleine voorstelling? Akkoord. Ik vind dat een goed voorstel. Ja, want, ja meneer. Ja, het is zo, ik kan mij er helemaal achter scharen, achter dat voorstel. Want ik gedij eigenlijk het best in een goede sfeer. Dus, ja, de inderdaad. Groep, ja, we kunnen misschien, ik zal eens even rondkijken. Ja. Zijn er nog mensen die daar mee akkoord gaan? Ik vind dat dat moet kunnen, hè. Ja, ik zie toch niet veel kandidaten. Dat zal later sowieso gebeuren. We zullen elkaar wel beter leren kennen via het hele systeem hier. Ja. Bandwerk, bandwerk. Ja, ja meneer, inderdaad. Goed, dan zullen we nu beginnen met de eerste les. De eerste les. Goed. Ja. In het Engels wordt er een onderscheid gemaakt tussen begrippen als... Ja, meneer Van Achter, ja? Go. Goed, ja. In het Engels wordt een onderscheid gemaakt tussen de begrippen text processing en word processing. In het Nederlands hebben we het alleen over de term tekstverwerking. Die voor allebei moet dienen natuurlijk. Maar... Ah, nee, wat die? Dat was puur improvisatie eigenlijk. Ja. Ah, echt? Dat was, ja, dat was wel prettig. Wordt alleen zo de lijnen zoals... wie was dat? Dat was die zeker? Buitenbeeld? Ja. Dat was Adriaan van den Hoef. Adriaan van den Hoef, ja. Inderdaad, ja. Soms was dat Tanja van der Zanden ook. Ja. Die hadden alleen een geschreven tekst en wij improviseerden gewoon. Maar ik ging er gewoon vanuit dat ik niks van computers kende. Gewoon, als je van dat uit en vertrok, dan kon alle richtingen uit eigenlijk. Doen dat je het verstond en dan in de problemen zitten ofwel vragen stellen. Of, dus ik zo naïef zo wat. Hè. Dus jullie hebben daar gewoon een paar dagen of zo gewoon mogen zijn? Ja, dat heeft toch een paar weken geduurd. Ah ja? Ja, ja. Dat waren sessies van een paar uur, zoiets. Een hele reeks, we maakten een hele reeks. Soms zaten we vast zo echt dat we echt aan het lullen waren, dat we niet uitgeraakt hebben. Maar Janele vond er wel altijd iets op om... dan begonnen we opnieuw of zo en dan... de lijn van richting wat veranderen, met een paar nieuwe dingen ertussen te krijgen. Zo. Maar Janele was daar sterk in, hè. Die had daar echt veel ervaring in. Zo. Op, gewoon iedereen had zijn eigen teksten, gebruikte zijn eigen teksten. En er werd zo wat min of meer een lijn gevolgd. Natuurlijk achteraf hebben we natuurlijk nog veel montagemogelijkheden achteraf, hè, om die timing te doen kloppen. En dat niet altijd gezagen is. Ja, het resultaat was altijd wel, ja, wij keken er wel naar, ja, mijn zussen en ik keken er dus naar uit, hè, van, en zeker de computerles, want onze ouders volgden toen computerles. Ah, ja. En dat was, ja, we stelden ons dat voor dat zij dat ook deden. Ja. Ja, ik heb die achteraf, ik weet van welk jaar is dat, van eigens. Ja, dat is iets voor Thailand. Ja, dus ja, dan was ik nog geen 10. Nee. Dus ik heb dat achteraf voornamelijk wel gezien. Maar van de computerles, inderdaad, dat zijn er wel niet blijven hangen. Ja, absoluut. Maar dat is wel nog. In de bibliotheek zie ik soms zo posters hangen. Zo workshop met een iPad werken. En maar zo. Doe en het maar, hè. Ik sta er altijd voor. Hè. Ik snap dat. Ik heb die scènes nog altijd in mijn hoofd. Hè. Dat soort dingen gebeuren daar. Dus, de computer was toen een grote bak. Hè. Ja, echt. Een hele grote bak. Daar kon ik ook nog eens stevig op kloppen. Dat moet je nu tegenwoordig niet proberen. Ja. En dat is ook... Dat systeem zit ook niet... Dat zit in zo'n bak onder tafel. Dat zit in dat scherm, hè. Ja. Toch slaat op dat scherm. Ja, maar ik snap dat wel. En ik snap ook helemaal het nut van computerlessen. Want doe het maar eens, hè. Als volwassen persoon ineens daarmee beginnen. Terwijl, wij zijn daarmee opgegroeid. Maar dat is nog een verschil, hè. Ja, maar dus dat was dan een eerste kennismaking een beetje met de ploeg van Jan Eelen. En dan was daar het eiland. Waar dat je eerst, ik weet niet of je dat zelf nog herinnert, eigenlijk een andere rol in de pilootaflevering had. Ik ben daar later bijgekomen. Want
dat draaide al goed, die ploeg onder elkaar. Ik denk dat ze er bijna een rol ergens tussen geschoven hebben. Ook ze hadden mijn zaal genoemd, een beetje refererend naar de collega's. Hm. En ik was toen ook al, ik denk dat ik al 60 was of zoiets, dat ik toch ver met pensioen kon gaan of zoiets. Omdat ik moest aansluiten ook met een ontslag eigenlijk. Zo. Maar die groep, dat was al een gehoorde machine hoor, waar ik toen tussen viel. Ja, vooral van in de glorie. Ja, die hebben daaraan samengewerkt. Dat viel me geweldig op. Ja. Maar in de eerste, in die pilootaflevering, kom je eerst een keer voor als de papa van Alain van Dam. Maar dat is alleen in de pilootaflevering geweest. Oh, dat weet ik niet. Had je daar, gaan we nog een keer kijken? Ik heb daar nog een handje bij. Ah ja, ja. Dat was een toffe scène. Ja. Allee, voilà. Oh, we zijn er, hè? Ik ga solliciteren. Je bent toch zeker dat je zelf thuis geraakt, hè? Ja, ik kom met de bus terug, hè? Allee. En niet beginnen twijfelen, gewoon ervoor gaan, hè? Ja. Ik heb er één met te winnen, hè? Ik denk dat die pilletjes werken, pa. Allee, voilà, hè. En nu alleen jij nog, hè? Allee, kom aan. Voilà, hè. Dat is ook veel improvisatie. Ja? Ja. En een curriculum. Oh, jongen toch. Ja, pakken. Allee, zeg. Allee. Straks. Kom aan, hè. Ja, ze zijn die uiteindelijk de... Ja, dat is een piloot, inderdaad. Ja. Dat, die kwam er uiteindelijk niet in. In aflevering 1, die dan de drie Van Dam, dat is dan iemand anders ook geworden, want jij werd dan de Jean. Ja. Vraag van, was dat van Ruben, de luisteraar? Die vroeg, het was van Kevin. Die vroeg zich af in welke mate dat je zelf die Jean de Pesser mee hebt gepakt in je rol. Ja, maar dat was zo lang geleden, daar kan ik toch eigenlijk niet meer op terugvallen eigenlijk. Ik was ook fysiek ook helemaal een beetje veranderd ook zo wat. Eigenlijk, dat was weinig referentie naar Jean de Pisser eigenlijk. Hè. Zoals het scenario zich aanbood. Ik zag daar niet zoveel verwantschap in. Het was wel de bedoeling, maar ja, het was eigenlijk die dramaturgisch niet zo uitgewerkt, vond ik. Nee. Nee, want Jean de Pisser natuurlijk, dat is... Het was niet volledig een ander. Sommige dingen konden wel voorstellen dat dat zo'n beetje door had gelopen. Maar dat was vooral wel... er zijn heel veel gelijkenissen natuurlijk tussen de collega's in het algemeen te trekken en het eiland. En ik denk dat ze ook wel een beetje die knipoog wilden maken. Ja. Ook de genre. Dat porno-kijker zouden kunnen daaraan refereren, maar... De omgang met de vrouwelijke collega's bijvoorbeeld, dat was nu toch afstandelijk. Dat zijn eigenlijk misschien leggers. Want ik herinner me, ik geloof dat we nog voorgesteld hadden dat die vroeger een affaire zou gehad hebben. Maar ja, dat klopte dan toch ook weer niet. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Omdat je dan krijg je een andere speelsituatie. Mm. Je kunt je rol anders interpreteren. Als je dat in gedachten houdt, maar en dat dan uw overste is die ontslaat en dat je daar vroeger een affaire mee gehad hebt. Maar zo was het niet geschreven uiteindelijk. Maar, en dat is uiteindelijk ook niet van toepassing geweest. Ah ja, omdat ze zich dan vies voelt zo. Dat is misschien toch een overblijfsel ervan. Ja. Van, dat ze misschien toch iets gehad hebben. Daar hebben we het even over gehad, zo op de set. Maar. Het is iets wat in dat scenario van een van de collega's die dan stiekem naar porno kijkt. En dat is iets wat eigenlijk in de collega's, moest zich dat later hebben afgespeeld, ook wel. Zou gekund hebben. Allee, dat was een scenario dat ook al... In die periode was dat eigenlijk not done, hè, dat is. Nee, inderdaad. Om dat op tv te laten. Om de kijkers te tonen, zoiets. Hè. Nee. Je zult bijvoorbeeld... In de collega's zullen niemand vinden die een pornoboekje aan het lezen is of zoiets. Dat was
Dat was taboe eigenlijk. Ja, en voor de tijd. Ja, want collega's is 76? In 76? Ja, de serie is op antenne gegaan 79, 80, 81. Ja. Hm. Ja. En dat ook wel. Allee, had... In het begin op de productie, de theaterproductie, is in 76 gestart. Hm. Ah, dat is gebaseerd. Ah. Ja, dat was echt. Ja. Nee, het was omgekeerd. Hè. Jan Montaigne regisseerde vaak bij ons in theater, met gespeeld theater. En die zei toen dat ze van plan waren om de VRT een komische, een langlopende serie, een komische serie te maken. En dat plan is een beetje in theater ontstaan, het idee eigenlijk van een arbeidsgemeenschap, een bureau van een theater. Dat was ook wel een beetje geënt op een heel oud stuk dat iemand voor ons in de collegetijd nog gespeeld had. Wat dan weer totaal anders was. Maar eigenlijk was dat het gegeven. En dat vond Jan schitterend. Op de VRT liep toen een Amerikaanse serie, ik ben de naam vergeten. Dat ging ook over een productieploeg in een tv-maatschappij. Maar ik ben vergeten wel. De naam van die productie. Daar kon het een beetje mee vergelijken, maar hij zei dan, laat ons dan een ministerie pakken, liefst zo absurd mogelijk. Zo, en, ja, financiën ergens, economische zaken. Allee, niemand weet wat daar gebeurt, want dat zijn dan onze dingen. En gewoon, ja, routinezaken, zoiets. Hè. En daar, van dat idee is het gestart. En dan heeft Jan een en ander op papier gezet, ik geloof twee volledig uitgeschreven afleveringen, een synopsis van nog een vijftal, want productief was die, dat kan ik u verzekeren, was iets onvoorstelbaar, waar dat die dat altijd haalde. En dan een omschrijving van de personages. En dat is in zo'n boek in de VRT, in 20, 30 exemplaren op alle bureaus verdeeld. En dat is nergens een antwoord op gekomen. En omdat er zoveel stof was, zei Jan, ja, laat ons dan een stuk maken. Hè. En we hebben toch een stuk gemaakt, dat was meteen een enorm succes. En dan zei de baas van de VRT komen kijken, zo van, dat was Van Dessel, Nick Bal, de top van de VRT op dat ogenblik. Hubert van Erwegen, die hoofd was van Dienst Fictie. Ja, dat vonden ze geweldig, hè, maar dat moesten we doen. En het trek was van wat dan, we zijn direct begonnen aan die productie. Hè. Eerst een reeks volledig opgenomen. We hebben wel de twee eerste afleveringen volledig opnieuw gedraaid, omdat wij vonden dat zelf veel te traag. Oh ja. En dat is ook gekomen omdat dan Vincent Roefvaarder, ingekomen als regisseur, die zei, wacht toch alsjeblieft niet op die camera. Jij moet spelen, de camera moet u filmen. Dat was zo'n beetje gebruikelijk in die tijd. Zo. Maar was dat ook gewoon in praatprogramma's van te wachten op de camera. En we speelden dat zo'n beetje. En dan zijn we echt doorgegaan in multicamera alles. Hè. En dat was veel beter. Dat ging ook veel, veel sneller toen. Het was eigenlijk meteen een succes. Een groot succes geweest. Het duurde 3 jaar. Hè. Maar intussen we hadden periodes dat wij in de studio zaten om de collega's op te nemen en dat we s'avonds het stuk nog aan het spelen waren ergens. in het Vlaams land. Dus wij leefden daarmee op dat ogenblik. Hè. Ja, maar dat is ook wel nu nog altijd te merken, want de collega's bij zeker mensen van, ja, laten we zeggen, 1 generatie ouder dan ik, toch, op de generatie ja, ja, ja. Dat die daar echt wel... Ja. Ik weet, mijn ouders bijvoorbeeld, die zijn echt helemaal zo, oh ja, de collega's en dat waren dat toch echt... geschreven op de acteurs, de personages? Ja, eigenlijk, ja. Wij hadden zelf wel als personage allemaal zo wat uitgedacht, zo wat... Dat was wel veel zelfstudie en zelf inbrengen, zowat, en dat is, we hebben dat al gecoördineerd door Jan Montaigne. Terwijl nu in zo'n feuilleton zit dat 4, 5 man aan te schrijven. In die tijd was dat de ene persoon die dat schreef. Ja. Oh ja, inderdaad, nu is dat een ploeg, hè, vaak. Want dan heeft hij later nog Pleintje geschreven, ook helemaal alleen.
Ook drie reeks. Ja. Nou, dan zag de, ja, dan zag de overlap wel, hè, bij het pleintje. En, dat is na, ja, de VRT was toen, had ook geen concurrentie. En ja, dat speelde ook zo wat. Ja, zo van die opmerkingen kregen, zo van, ja, dat is onze taak niet, om zo'n populaire programma's te maken. Het moest meer opvoedend zijn. En dat was dan na drie jaar was dat gedaan. Ja, we gaan wat anders van maken. Ja, er was dan iets pleintje gekomen, maar wel gemakkelijk met de collega's. Had dat nu geweest, ja, ja, dan loopt dat 10 jaar heen. Dat is het verschil natuurlijk. Hè. Ja, want die mening hebben ze dan eigenlijk toch, van dat hun taak niet was, dat telecomische gedoe, zullen we zeggen. Hebben ze dan toch een beetje bijgesteld in de jaren 90 met FC De Kampioenen, want dan hebben ze het eigenlijk opnieuw gedaan, hè, de komische reeks. Het is door de commerciële sector te beginnen, die hadden maar één wapen, dat was kijkcijfers. Hè? Ja. En de VRT begon al zijn kijkcijfers kwijt te geraken met hun leerprogramma's. En dan onder andere is De Kampioenen daar gekomen, daar hebben ze hetzelfde beginnen door, dus ook naar de kijkcijfers gegaan. Hè? Maar vroeger was dat ondun, dat was onze taak niet. Hè? Dat is, goedkoop succes. Werden raar dingen erover gezegd in die tijd. Zo. Ja, maar goedkoop succes. Ik denk dat een goed humor, goed schrijven en goed spelen, moeilijk is. Allee, dat is echt een talent. Dat was eigenlijk kritiek op de maatschappij ook trouwens. De collega's waren daar volledig op geënt. En ook op ervaring van de ambtenaar was ook een dag erop gebaseerd. Ja, want als ik iets echt verschillend vind van het eiland en de collega's, dan is dat het feit dat ambtenaren zijn. Ja. Want dat is toch... Het zijn veel dingen gelijk, maar je voelt toch een paar dingen... Die gelatenheid van die ambtenaars, dat hebben ze niet echt in de privé. Ja. Dat is wel waar. Ja. Omdat dat gebaseerd is op presteren ook... terwijl, ja, als het geld er toch ligt, ja, dan heb je niet de neiging om iets te ondernemen of creatiever te zijn. Daar zat het eigenlijk. Maar dat werd ook gebruikt, hè. Ja. Dat werd aangekaart in de collega's. En dat is dat nog altijd actueel, hè? Want nog altijd wordt er op ambtenaren, op een bepaalde manier naar ambtenaren gekeken. Er zijn parlementaire vragen over gesteld. Over het voorbeeld van de collega's, refererend naar de diensten, naar de openbare diensten, daar zijn parlementaire vragen over geweest. Kijk wat dat zoiets teweeg kan brengen. Dat is een beetje kwalijk, hè. En als je dan zoveel jaar na de collega's u nog eens vragen om opnieuw een Jean te spelen in een bureau, waart je daar onmiddellijk... enthousiast voor? Of zegt je, laat mij eens eerst serieus lezen over wat dat hier gaat? Nee, god ja. Je krijgt je tekst er op voorhand en je weet waar je voor staat. Ik ben daar nooit moeilijk in geweest. Hè. Ik had maar in betrachting, dat was beroepsacteur, want als je dat dan zei, dan ga je dat niet moeilijk doen. Hè. Nee, dat was mijn opinie. Ja, je hebt er anderen, hè. Je hebt acteurs die vinden dat ze alleen maar Shakespeare moeten spelen. Hè. Ja. En dat de rest allemaal pulp is. Dat bestaat ook. Alhoewel, die club is sterk verminderd. Vroeger kwam dat meer tegen. Ja. Als ik leuke dingen ga doen, dan doe ik dat. En ik ben altijd blij geweest dat ik mijn kost mocht mee verdienen, met manier van spreken. Jazeker. En ben je altijd beroepsacteur geweest of heb je daarvoor nog iets anders? Ik heb 5 jaar in middelbaar technisch onderwijs. Echt? Ik ben eigenlijk voor opleiding regent. In welke vakken? Toegepaste wetenschappen, maar op basis van technieken, van technisch onderwijs. Maar ik had wel academie gedaan. Bij Luc Philips in Mechelen. En ik had dan ook... ik speelde heel veel theater. Ik heb dus het geluk gehad van in het MMT terecht te komen. Omdat daar de helft van beroepsacteurs... Dus ik speelde vaak met beroepsacteurs. Maar ja, van thuis uit, na die majeure,
wat conservatorium gaan, dat was... ik moest een diploma halen, hè. Dat was het. Hè. Een echte job, zoals ze dat zeggen. Een serieuze job, hè. Niet zoiets terecht, hè, want in die periode hadden alleen Therese het Volkstheater en de drie grote Schouwburgen, dat was het. En maar de televisie begonnen stilaan op te komen. En ik ben dan, als ik in het onderwijs gestopt ben, ben ik naar het conservatorium in Brussel gegaan. Een beetje met loopbaanonderbreking of deeltijdsles gegeven. En dan kon ik dat zo wat combineren, dat ik ook financieel niet te veel toegevingen moest doen. En op die manier ben ik dan... Maar het was heel raar, hè? Van het moment dat ik in het conservatorium zat, kreeg ik aanbiedingen. Ah, ja, okay. Op televisie. Maar eigenlijk ik zat in mijn eerste jaar conservatorium. Ik kreeg een hoofdrol in een tv-film. De Routiers, ik zal het nooit vergeten. In één keer kreeg ik daar een aanbieding. Ik zeg, hoe is dat niet mogelijk? En regelmatig, hè, dat viel, ja, studenten in het conservatorium kregen regelmatig opdrachten. Het was heel raar. Zo. In één keer ja, werden ze zoals vol als goud. Zo wat, ja, omdat je dan die titel van het conservatorium zo gezegd, ja. die stempel dan, van goedkeuring. En dan zijn wij, daar hebben we ook het Belgisch Miniatuurtheater ook zelf helemaal uitgewerkt, want een beroepsgezelschap. Die chance hebben we ook gehad dat dan het niet theaterdecreet in voorbereiding was. Zodanig dat de theatertjes die er toen bestonden, volwaardige theaters konden worden eigenlijk. Dat was dat decreet van Rick en de Bakker, waarin een theaterdecreet, waarin dat precies omschreven werd, de opdracht en de mogelijkheden van een gezelschap. Hè. En we zaten toen in een spreidingsgezelschap, omdat we om de broden veel op reis gegaan zijn. En we werden dan een gesubsidieerd reisgezelschap, met een eigen zaal daar ook nog. Hè. Ja, en dan op een bepaald moment was het dan genoeg om het onderwijs vaarwel te kunnen zeggen en daarvoor... Dat was niet meer. Maar ja, ik heb het onderwijs niet helemaal voor het gezicht, want ik ben dan leraar toneel geworden in het conservatorium in Mechelen. Oké. Okay. Dus, heb ik ook 25 jaar gedaan, of 24 jaar, zoiets. Dus het zit er, ja, dat lesgeven is het toch blijven inzitten dan. Is het eiland iets waar dat je nog op aangesproken bent, achteraf? Nee, zelden. Ja. Er zijn mensen die, ja, hier en daar hoor ik dat wel, maar toch niet. Het is niet een van mijn... ik heb daar maar twee afleveringen niet meegedaan, zeker. Zoiets, hè. Ja, ik denk zelfs één. Of één, ik weet het niet. De opdracht was niet zo groot. En natuurlijk, het viel ook, denk ik, redelijk gelijk met FC De Kampioenen, waarin het dan wel... Ik zat toen al in de kampioenen, geloof ik. Wat dan natuurlijk nog, nog meer... ik heb er eigenlijk nooit... in die periode heb ik nog veel dingen gedaan, hè, naast de kampioenen. De reeks Cataract bijvoorbeeld, heel die reeks Cataract, waar heb ik een grote rol in gespeeld. Dat was in de periode van de kampioenen. Dan heb ik een kampioenen klein beetje onderbreken gedaan. Maar niet veel, toch niet zoveel. Heb ik een jaar in Zuid-Limburg gezeten, in Aspengouw. Ja. Moesten dan de vier seizoenen moesten in Riemst. Filmen. In Genolzelderen, denk ik. Was dat niet een Genolzelderen ergens? Meestal zaten wij in... Of in Heersborg, Gelme. Ja, inderdaad. Ja. Dat is mijn coté, mocht je dat nog niet gehoord hebben. Van Tongeren. Van dan zullen het zeker weten. Dus... Trouwens, ik geloof dat we in Tongeren ook gedraaid hebben. Ook. Ja, dat zou kunnen. Ik heb er gelogeerd in Tongeren. Ah ja? Ik, ja, die periode, ja. Ja, daar is af en toe de vorige mensen die we al hebben geïnterviewd, zijn als dan Tongeren is, de Velings kennen ze dan vooral. Ja, ik vermoed van de personages die je allemaal gespeeld hebt, dat waarschijnlijk Jean de Pesser en Fernand Kostermans... De twee zijn waar je het meest op aangesproken bent geweest. Ja, dat zijn zo de twee populairste eigenlijk. Ja. Maar ja, ik heb dan
Nogal veel samengewerkt met Stanley Kretsen, Peter van het begin. Die moeder. Ronnie, en dan later in De Broers heb ik de moeder gespeeld. Oh, dat was grappig. Hilarisch. Maar ook veel, zei maar één, veel één, geïmproviseerd ook. Hij zei altijd zelfs, hè? Sazawi. Sazawi, ja. Oh ja, dat stond bij mij ver, maar dat was wel grappig. Ja. Daar is trouwens een liedje voor gemaakt, dat is hier nog opgedraaid. Ah. Opgenomen. De titel van dat liedje was Sazawi. Mama Segers heeft haar rolstoel ingewijd met een rit tot ver buiten de stad. Tot de batterij het begaf. Sazawi. Elvis en Ringo hebben haar ternauwernood kunnen volgen. Ze is blijven hangen, hè. Je wou maar lopen en maar lopen en maar lopen en maar lopen. De chance dat hij een elantriek op is. We kunnen wel niet met allen mee rijden eigenlijk. Ik weet dat het goede tv oplevert dat ik ons hier heel de nacht laat zitten, maar... Rio! Dan is er morgen niks aan, hè. Dan zijn we morgen uitgeteld. Welke fragmentjes hebben we nog, Christophe? We hebben nog de genre, ja. Ah, ja. Want we hebben de tijd nog niet echt veel over de genre. Nee, inderdaad. Dat is misschien wel, dus misschien is een fragmentje om dat nog eens in te luiden. Ja, we gaan beginnen met een... We hebben ook een rondvraag gedaan bij de luisteraars naar de populairste quotes. We hebben dat over alle personages gedaan en dus ook over de genre. En die heeft dus ook... Maar wordt er waarschijnlijk niet zoveel mee achtervolgd. Maar... Er zijn wel quotes, ja, in de community, laten we het maar community noemen. Ja, want dat is misschien wel een belangrijke om te weten, is dat het eiland, ik weet niet hoe ver je daar nog van bewust bent, alleen van dat feit, maar het eiland heeft wel een heel grote following, ook van mensen nog, die daar nu nog steeds grote fan van zijn, waar dat heel veel uit wordt geciteerd. Heel veel quotes worden nog gebruikt, heel veel situaties. We hebben bijvoorbeeld een rubriek Eilandismus, waarin dat we eigenlijk vaak in een aflevering vertellen van, ah ja, deze week hebben we aan het eiland moeten denken in die en die situatie. Dus het leeft echt nog wel heel hard. Wij zijn er ook zo. Ja, wij zijn ook een beetje van die superfreaks. Anders zaten we dit ook niet te doen op een random donderdagavond natuurlijk. Ja, dus dat is echt wel, het eiland leeft nog wel heel hard. En dus, ook al zeg je zelf, van, dat is voor u misschien heel lang geleden, er zijn echt dus nog mensen die, ja, voor wie die quotes die dat je toen gezegd hebt nog zo kunnen citeren. Ja. En dat is best een grote groep mensen. Ah ja? Ja. En de populairste quote zit in dit fragment. Wat een film van hier tot in Charleville. Hallo. Dag, Jean. En Frankie. Hallo, Jean. Zeg, Jean. Zo kan ik toch niet meer werken, hè? Zie nu. Nee, op mijn jong. Ik heb mijn reserve. Niet te doen. Dat is wel goed, hè? Die landterrein. Fantastisch. Ja. Niet te doen, was dat dan? Nee. De quote zat al eerder. De quote is viel. Ah, wanneer dan in Charleville. Ja. Ja. Ah, ja. Is dat een bestaande uitdrukking? Ja, die stad bestaat. Ja, dat weet ik wel. Maar Charleville is in Frankrijk, hè. Ja. Maar is die uitdrukking, is dat iets wat... was dat improvisatie of heeft Jan dat geschreven? Ik denk dat dat tekst was, denk ik. Ja. Ja, ik vermoed dat... Dus niet veel improvisatie meer. Zo die echte aflevering 1, dat was allemaal wel uitgeschreven. Dat is geschreven, ja. En ook veel... want je zei, wat we nu ook al zien in die scène hier, bij de collega's was toen in die tijd ook al een beetje een stap vooruit in het sneller gaan dan het theater. Maar het eiland was zijn tijd echt vooruit in heel hysterisch bijna monteren. Ja. Je ziet hier ook die camera's bewegen heel de tijd. En dat is een van de redenen waardoor dat nog relevant is en waardoor dat
nu de 12-jarigen nog kijken. Hè. Ja, ja, inderdaad. Want als er één ding is wat je ziet inderdaad aan oudere series die soms ook gewoon heel goed zijn, is wel dat hetgeen dat soms hun leeftijd verraadt, het feit dat dat trager gemonteerd is en dat het allemaal wat langer moet duren, terwijl het nu flitsender is. En het eiland is dat wel heel hard. Heel, zeker voor die tijd was dat heel snel. Hè. En heel... De entree van de genre, het heeft niet zo heel lang geduurd. Nee. Want daarna... Gaan we verder met... wacht, we hebben... ja, dan eigenlijk wat het bij de genre omdraait. Hè. De genre wordt buitengezet hè, door Proté. We gaan u moeten laten gaan, Jean. Wat? Voor zoiets? Maar dat kun je niet maken. Jean, het is geen optie meer, het is een feit. Meneer Nallaerts is op de hoogte. Nallaerts weet ervan. Ah, natuurlijk, dat heeft nogal consequenties, hoor. Weet je wat er georganiseerd dat voor ons is? Oh, nee, zie. Ik stel voor dat je deze middag discreet verdwijnt. Ik zal u de sleutels van uw auto moeten vragen, dus je zult iemand moeten bellen om u te komen halen. Ja, dat is hier niet aan het gebeuren, hè, zeg. Uw computer die is ondertussen geblokkeerd en je kunt misschien intussen tijd uw spullen bijeenzoeken en afscheid nemen, alhoewel we dat in dit geval afraden. Hebt jij iemand om u te komen halen, Jean? Jij denkt dat je het zei, hè? Met uw theorieken en uw blabla en uw vortesmoel. Jean, alsjeblieft. Ik durf wel dat je blij bent dat je van mij af bent, hè? Rosse zeg! Jean, ik denk dat het best is dat we het niet erger maken dan het al is. Willen we dat afspreken? We gaan nu... Ja. Daar zijn er ook... En daar heb je uw tweede bekendste quote natuurlijk, de Rosse Zeug. Die wordt is wel, die wordt heel veel... Oei, dat weet ik niet meer. Nee, dat is geen boom. Was wel, voor mij viel dat dan op. Dat ga je waarschijnlijk ook niet meer herinneren. Maar hetzelfde jaar zat je in... Wat doe je? Recht op recht. En daar roept je tegen de Rosse Teef. Bijna juist hetzelfde. Ik roep daar ook in, want dat is juist. In de rechtbank in Leuven was dat, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, waar het uiteindelijk de apotheose was, dat jij waart, hè. Die een boel daar in de fik had gestoken. En dat was zo wel, ja, dat komt dan zo terug. En kijk, en dan zit ik het ja, je recht op recht. Dat is juist. Is dat, want ja, we hebben nu iedereen al bijna een keer zien voorbij komen. Je zei daar straks, ik denk voordat we aan het opnemen waren al even, maar de sfeer daar op de set, hoe was dat om daar zo in terecht te komen? Ja, het was ook een aangename cast. Die allemaal heel leuke acteurs, waar ik ook dikwijls mee samengewerkt heb. Sieleggers, die heeft bij ons nog in het gezelschap geweest. Een jaar of twee, drie. Hm. Daar heb ik zelf ook veel Sieleggers mee gedraaid, in andere producties. Ja, onder andere in de Ronde. Ja. Ja, in de Ronde. Ja, in de Ronde. Dat was mijn vrouw in de Ronde. Dat was heel verteerend, hè. Hoe was dat spelen? Ja. Ook goede Ronde. Moet nog eens kijken. Is lang geleden. Was dat... was jullie... Kijk, dat kan ik nu ook vragen. Bij de Ronde is dat natuurlijk hetgeen dat ik mij heel de tijd afvraag. Welke dingen zijn nu effectief gefilmd op de dag zelf? En was dat bij jullie op de dag van de Ronde? Als de koers passeert, dat is die dag, die is... Ja, dat is echt ook... Ja, dat was echt ook een team bij jullie, terwijl al die andere teams... Hoe noem dat erop kunnen weer? Oh, dat weet ik ook niet. Tegen grijs uit in... Alle leden... Het zijn twee namen, leden... Bij grijs uit in... Ja, grens, Oost-West-Vlaanderen. Ja, grens, ja. Ver van u. Ver van mij, ja. Hier, de kokgoosjes moet ik dat erop. Dat is een deelgemeente van Kruisatom. En Kruisen, wie is dat nu? Kruisen, ja. Annegem Leder of zoiets. En Leden Anzegem Leder of Leden Anzegem, ja, dat ligt Leder, er. Zoiets. Ja. Leden Anzegem Leder, zoiets in die aard was het. Charlotte van der Meers, die is ook van daar. Oh ja. Die is ook van Anzegem Leder of zoiets. Maar ja, inderdaad. Ik ben ook aan het pijnen. Zijn er nog scènes dat ik me herinner dat jij samen met Sien Eggers speelt?
Zeker, hè. Maar ja, ja, maar dat is wel nog er geen, kan er verder geen meer naar voren aan buiten de ronde. Ja, wat dat de meeste mensen al vertelden over de ervaringen op de set, was dat dat een beetje een zottekot was. Dat dat een beetje een gekhuis was daar, omdat iedereen daar... Allez, dat dat een heel drukke, fijne, maar heel drukke bedoeling was. Ja, bij Wimabroek, dat is de ADHD'er. Hè. Dat is, maar het ergste dat ik meegemaakt heb, dat is... Bruno van den Broeke, Carlijn Sillegem en Mark van Egem. Hè. In Cataract dan? Ja, in Cataract. Ja. Die drie. Dat is iets verschrikkelijk. Die De Wim, dat is ook zo iemand met energie over op de set, dat is ongelooflijk. Ja, in de bloopers is dat ook wel te zien, hè, dat dat echt een heel energie is. Ja, maar dat was zo, dat was een beetje zo nogal hectisch. Ja, het zal nog meegevallen hebben, omdat er redelijk in het begin zat. Waarschijnlijk zat er bij de eerdere draaidagen. Ja. Dat het waarschijnlijk daarna nog erger is geworden. Ik ben er een beetje later ingestapt. Ah, toch? Ik, ja, dus die scènes zijn niet van de eerste die... Dat is wel... Ja, maar ik had het gevoel dat je daar later... Dat die al veel gedraaid hadden. Had ik de indruk. En zijn er ook... heb je ook scènes toen gehad met Lucas van den Einde? Want die ging normaal gezien eerst... Ik denk niet dat wij lezingen hadden of zoiets. Ik kan me dat niet herinneren. Want ik weet... Dat we direct op dat set gegaan zijn. Normaal gezien zou de rol van Michel Dreyts gespeeld worden, eerst door Lucas van den Einde. En die had geloof ik ook al een draaidag gehad, dus ik weet niet of dat je die ook hebt meegemaakt, die draaidag, of dat je echt dat dit de eerste was. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ja, die is last minute toen vervangen, hè. Hebben wij nog een luisteraarsvraag misschien, Christophe? Dat was Ruben die vroeg of dat je achteraf gezien blij werd met de Jean, of dat niet toch zoiets had van ik had liever die papa van Alain gespeeld. Want uiteindelijk werd die dan, die kwam dan later in een latere. Ja, ja, ja. En dat werd door Fred van Kuik gespeeld. Ah, dat is juist, ja, dat klopt. Ja, ja. Fred van Kuik heeft dat, dat klopt. Ja. Oh nee, dat vond ik nu voor mij maakt dat niet uit. Dat vond die rol heel plezant. Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, wel, ja, het blijft natuurlijk een mooie, die knipoog, de Jean. Hè. Zijn achternaam wordt nooit gezegd, dus... Wie we kunnen wel, blijven, we kunnen wie dat wil, kan het geloven. Wie dat wil, kan er de pest van maken. Wie dat dan niet wil... Dat wil je wel. Die doet dat niet. Dat stelt een ik heb uiteraard daarna nog... ik heb natuurlijk... ik heb zelf de collega's... Ik kende het wel al. Ik had het ook wel gezien, maar ik heb daarna wel een keer naar alles gekeken. Wel met... Allee, heel de tijd mij afvragend. Is het hem of niet? En dat kan ik me inbeelden, ja. Is het nu die later in Sinalco terechtkomt? Maar moet je dan voorstellen dat dat dan een ambtenaar is die... Om welke reden zou Jean de Pesse naar de privé gaan? Ik zou het niet weten. Nee, dat is alleen... Dat is dan, meer... Nee. Ja, die zat daar... Ja, hij zat daar niet zo graag, maar hij zat daar toch wel goed in dat ministerie. Ja, 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 eigenlijk wel. Ja. Want hij had, dat hij had ook... toch ook ambities, hè? Dat was zo, hè? Ja, hij was zo wat... Ja, toch een beetje ambitieus om er te komen. Maar ja, toch niet direct het talent hebben om dat te geraken. Zo. In de eerste aflevering van de collega's is dat is het al zo. Hij is misschien een slechte verliezer. Ja, want in de eerste aflevering... Maar dat in de vakbond, via de vakbond en via de politiek. Zo wel, ja, dus wel vooruitstrevend. Ja, inderdaad. Hebben wij nog een fragmentje? Of was... Ja, we nog... daar ook... Er is ook natuurlijk een grote quote over de Jean. Daar is de Jean eigenlijk nog het bekendst van. En daar hebben we een attribuut voor mee. Inderdaad, inderdaad. En dat attribuut komt ook in die scène. In deze scène voor. Ah, met je plant. Ja. Ja, ja. Dat je gezien hebt. Ja, ja, ja. Dat ja, 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 je plant ook bij. Jean, wat gaat het doen? Ja, sorry mannen. Ik was niet van plan om te gaan lopen, maar... ik ben ontslagen. Wat? Jean toch. Jean, doe niet onnozel. Frankie, ontslagen op staande voet, ja. En waarom?
Michel, waarom? Ja, waarom, hè? Ja. Klassieken, hè? Te oud, niet meer bereid om te veranderen. Ik zou er dan moeten bijscholen en duiten en dat. Zeg. Ik heb tegen Protu gezegd, het is goed voort. Maar dat is toch geen reden, toch? Ja, hier te oud, hè, jongen. Vuilnisbelt op, hè. Ja, dat klopt niet, hè, jong. Je moet dat aanvechten. Michel, ik ben het beu, jongen. Ik heb er me neergelegd. Mannen, ik ga instappen. Voor iedereen het gemakkelijkste. Hè. Wel nog wel. Maar jongens toch. Het is begonnen, hè. Ze zijn aan het snoeien. Het oude takker eraf, dat is hier nog niet gedaan, Michel. Maar toch. Ja, die loopt al aan de grond. En er komt dat vliegtuig erover, geloof ik, in de verte. We hebben wel aan het wachten geweest. Die landingsbaan van Zaventem ligt daar vlakbij. Echt? Ja. We hebben aan het wachten geweest. Op die periode waren juist vliegtuigen aan het landen. En we hebben gewacht tot er een vliegtuig was. Tot er wel niet was. Ja. Ja. Oh, ik zou nog verwachten dat we wachten tot er geen is. Ja, ja, jawel. Ja, we zijn er geweest, hè. We zijn, ja, die scène hebben we ook al achter. Dus dat is geen bij de mensen, is dat nu, hè? De mensen zitten er vlakbij, het is niet dat gebouw. Was die? Ja. De blok ernaast, die... geloof ik, ja. Ja, dat zit er heel dichtbij, ja. Ja. En het is het vredegerecht dat daar zo ligt, hè, zo wat dat er naartoe loopt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is, weten we nu ook. Ja, we zijn er geweest. We hebben een aantal van de locaties van het eiland bezocht, waaronder ook die plaats. En we hebben ook de scène. We konden het niet laten om de scène toch eens na te spelen. Dus Christophe heeft ook, zoals ik mijn god, nog achter een auto gelopen. Dat was Woestijn, is daar, geloof ik. Ja, Woestijn is daar toen, ja. Ja. En nu... De mensen zitten op de hoek, ja. Dat is juist, ja. Die zitten nog wel nog, hè. Ja, inderdaad. Maar ja, de plant, hè. Dus we hebben een presentje mee. We hebben net zo'n plant in zo'n doos ook gezocht. Dus, toch wel voor het... Heel speciaal dat hij dat al straks gaat vast hebben in zo'n doos nog een keer. Ja, we zijn heel visueel ingesteld. Oh, die heeft zijn plant mee. Dat is zo... Ja, dat is wat, dat de Jean heeft zijn plant mee, ja, inderdaad. Ja. Dat is ook een heel, ja, natuurlijk een heel typisch gegeven, ook goed vormgegeven. Hè. Als we daar zitten in de kantine, je ziet een collega vertrekken, die heeft heel een doos met spullen bij. Ja, dat is natuurlijk storytelling geweest, heel goed gedaan. Hè. Ja, iemand die met een doos met zo'n plant in loopt, ja, ik vind dat ook een van de geniaal gevonden dingen. Zo, hup, dat is direct duidelijk. Ja, heel goed gedaan. Ja. Hij verklapt zijn eigen ook, hè, de Jean. Hij zegt eerst ontslagen op staande voet en een beetje later zegt hij, kan je zegt hij, Protu voert. Moest men, ja, hij probeert dat onderwerp niet aan te kaarten, natuurlijk. Hè. Nee. Dat zegt je natuurlijk niet zo gemakkelijk, hè. Ja, inderdaad. Nu, ja, dat is... wie weet, gebeurt misschien wel vaker dan dat we denken. dat soort praktijken op het werk. Ja. Ik denk dat we wel een beetje een mooi beeld van de Jean hebben geschetst. Ja. Waarvoor dank, Jacques. Is er nog iets dat we kunnen pluggen, waar we het over kunnen hebben, waar de mensen u in kunnen zien nu? Of dingen waar ik komen kijken? Ik ben al sinds een jaar of zes, denk ik. Sinds een vaste figuur in familie. En ik amuseer me daar eigenlijk. Ik vind eigenlijk, op mijn leeftijd, dat ik nog altijd in de sector kan... functioneren, zodat je ook een beetje de jongere generatie leert kennen, want dat is een beetje het probleem, hè, dat je zeker afstand krijgt tussen de mensen die eraan komen. En alleen dat vind ik eigenlijk heel plezant, dat ik door contact blijf houden met de sector. Dat is eigenlijk de reden waarom ik dat doe. Allee, ik vind het heel leuk en dat wordt heel tof werk geleverd. Maar ik mag niet het gevoel hebben dat ik aan het werken ben. Dus mijn draaidagen zijn een beetje beperkt tot 1-2 per week maximum. Ja, maar leuk toch? En speelt je ook nog theater of enkel televisie? Ik heb nu nog een theaterproductie. Ik zat in een theaterproductie in Nederland, maar dat wordt een beetje te zwaar. Ja. Dat was eigenlijk een podcast die we ook op de scène zijn gaan doen. Dat was met Wonderbaum, Boze Bejaarde. Dat ging over een bejaardenhome met allemaal oude acteurs en actrices. Een bejaardenhome in tijden van corona. Een beetje maatschappelijk kritisch, maar het is wel geestig geschreven. En het is ook samen met Hermes Ensemble.
die muziek geput hebben uit de operette. Dat is een oud genre dat in een nieuw. En dat was een fantastische. Die podcast is fantastisch. Hoe heet die? Boze Bejaarden. Boze Bejaarden. Ah, dat is Nederland. Ja, ja. Is het er als een van de weinige Vlamingen in dan? Ik ben... Van acteur. Acteurs. Wie is er ook bij? Freda Pietoers. Maar die is al lang in Nederland, maar dat is ook een Vlaamse. En dan Hermes Ensemble, dat is een muziekensemble dat eigenlijk zo het klassieke genre koppelt aan een moderne uitvoeringen. Die zijn erbij gekomen als muzikanten. En dan zijn er nog twee operazangers. Een Vlaamse en een Nederlandse zanger. Die ook in de volksopera optreden. Dat is eigenlijk studioopname geweest, maar dat had zo'n effect dat er theaters vroegen op dat... Ja, we zitten maar gewoon op de scène. Maar ik heb een beetje afgehaakt omdat... Dan moest ik naar Groningen, dan moest ik naar Rotterdam, dan moest ik naar Enschede. En altijd zo 2-3 maanden ertussen. En dan heb ik gevraagd, jongens, dan zie ik toch een beetje tegen anderen. Ja, als er zoveel tussen zit, dan moet je dat elke keer ook opnieuw. Ja, nee, in Oostende hebben we het ook nog gedaan. Rotterdam, in Heist op den Berg, dat was goed, dat was vlakbij. Dus in vooral in grote Schouwburgen hebben. Het loopt nog zo, maar heel, heel sporadisch. Ja. Maar je kunt het wel beluisteren. Hè? Ja, leuk. Op, dat is wel een die we in de link Spotify kunnen zetten. Kunnen het, maar ik geloof dat op de VRT ook staat, geloof ik. Oh, als ik me niet vergis, ja. Boze Bejaarden heet het. Oh, fijn. Dat moeten we in de show notes zetten dan. Ja, dan mensen het, dat kunnen ik vond het zelf heel goed. Ik vond het echt prachtig. Ja, de Hermes Ensemble is ook een gezelschap met heel goede muzikanten. Een beetje, en dan is dus muziek van mijn haar. En dat waren de platen die mijn moeder opzette thuis. Waar ik zat te luisteren als kind. Hè, zo. Dat was een genre klassieke, lichte muziek eigenlijk. Maar dat past enorm in dat genre. En is er... Want dat is natuurlijk een tijd geleden is dat tot een spectaculair einde gekomen, zullen we zeggen, de Kampioenen. Maar loopt daar nog iets van, af en toe? Of is dat... Ik denk dat dat gedaan is. Want ook dat is allemaal een beetje gekomen door Johnny Voders te sterven. En dat had allemaal zoiets van, ja... Want dat was een plan bij de VRT om nog een reeks van 10 te draaien. Maar dan is Johnny gestorven, ja, dan is dat niet doorgegaan. Normaal hadden we in die periode beginnen draaien. Een beetje nadien. Maar dan hebben we nog wel een kerstspecial gemaakt. Ja, inderdaad. Ik denk dat daar zal bij blijven. Want, maar uiteindelijk, zeg, dat heeft 21 jaar ik gelopen. Ik wou het net zeggen. En er zijn 4 langspeelfilms gemaakt. Ja. En dan nog een kerstspecial. En dan zitten we met die strips. Dat blijft leven, hè. Elke zomer zit ik op Lopsaland en zit ik op kampen die georganiseerd worden voor kinderen. Dat zijn de kampen die alleen rond de Kampioenen georganiseerd worden. Dat soort zaken zijn ongelooflijk. Daar zijn hele generaties... En dan die afgeleide producten houden. Ja, dat is iets fantastisch. Er worden tentoonstellingen georganiseerd, zandsculpturen georganiseerd. Ongelooflijk. Ja, heel, heel, heel veel generaties, ikzelf inclusief, zijn daarmee opgegroeid. Hè. Dat was, we gaan slapen. Ja, als de Kampioenen gedaan is, gaan we slapen. Je mag naar de Kampioenen kijken. En dan, maar dat was echt heel... Want hoe is dat voor u begonnen? Dat heeft niet echt met het eiland te maken, dat is het persoonlijke interesse. Maar dat, die populariteit hadden de collega's ook. De generatie, gelijk generatie van Ben Segers en zo... Dat waren geweldige freaks van de collega's. Hè. Die zijn ermee opgegroeid als kind. Ze zeiden, ja, zaterdags dat balletje geweest, als piezenbak aan, als het bij werken aan, en we mochten de collega's zien, zaterdagavond, en dan gingen we slapen. Dat was het programma. Eigenlijk was het niet voor kinderen gemaakt, maar iedereen
was een fijn kampioen ook. Dat is eigenlijk ook niet gemaakt voor kinderen, want toch zitten kinderen dat te kijken. Ja, omdat er ook, omdat het ook redelijk... Het slapstickgehalte... Ja, die strips doen daar natuurlijk ook veel aan. Hè. Dat is... Ja, ook. Ja, ja. Want dat is... Ah ja, dus dat is in voor u is dat begonnen rond 2000, denk ik, hè, de kampioenen. Dus dat heeft toch voor u ook wel zeker een team. Vroeger al, hè. Dat is begin 90 jaar, denk ik. Is... Ja, maar dat jij er zelf in was. Ik ben erin gekomen in 99. Ah, ja. En was dat ook, hebben ze u gevraagd? Ik heb er zelf? 11 jaar. En 4 Philips. Ja. Ze hadden mij voordien al eens gevraagd. En ik moest, het probleem was van mij, ja, ik zat contractueel vast in theater. En dat waren, ik was toen 59, dus ja, op 65 ga ik met pensioen. Ik wou die garantie hebben dat dat blijft duren. Want ik was altijd maar, ja, ze gaan ermee stoppen. Je kent dat in de pers. Ja. En ik zei, ja, maar ik wil zeker zijn dat ik tot mijn 65 op de VRT kan blijven dan, hè. En eerst was dat, ja, allee, op dat duur kreeg ik die garantie. Dus ja, in het ergste geval, dan komt er de loonlijst van de VRT en dan speelden we andere programma's die we dan... Want nu produceert de VRT niet veel niet meer, maar toen deed hij nog veel producties. Hè. En dan heb ik gezegd, oké, voor mij is het goed. Maar uiteindelijk was dat fantastisch, want ik heb mijn contract in theater niet moeten opzeggen, omdat ik... die planning was altijd gemaakt voor een volledig jaar. Dus ik kon producties in theater, ik geloof dat ik in die periode elk jaar nog 1 theaterproductie gedaan heb. Minstens 1 nog. Dus ik kon dat nog combineren. En ik heb dan zelfs nog die Rijkscatarakt erbij gedraaid. Ook nog eens op die. Dus ja, dat ging eigenlijk allemaal. Maar ik wou toen die zekerheid hebben, omdat je, ja, je zit er in je laatste jaren. Stel je voor dat je dan de laatste jaren zonder contract valt, ja, dan zit je daar natuurlijk. Ja. Ja, en dan, alleen gezegd, de laatste jaren, maar eigenlijk is dat dan nog een gigantische klepper geweest. Ook nou, nog, ja, hè? Om, absoluut, ja, maar ik heb daar, going out ik heb daar nooit gespijt van gehad in tijden, want ik heb daar een heel plezante ploeg tegengekomen. Allemaal dezelfde mensen, ook de crew waren ook altijd dezelfde mensen. Ik heb daar jaren mee samengewerkt en altijd met intervals. Dat was leuk, hè? Een maand buitenopname, dan zit je niet alle dagen op de set, maar alleen, dan was er een maand tussen. Een maand repeteren en dan lezing, dat was dan 3 weken. En dat was altijd met blokken zo. En daartussen zaten altijd vrije periodes. En dat was eigenlijk fantastisch. Omdat de VRT moest hun planning maken in functie van hun studio's. Hè. Ah, juist. Dus dat moest allemaal vastliggen. Goed op voorhand, ja. Dat komt dan goed uit. Dat kwam goed uit voor iedereen, inderdaad. Ja. En dat is bij familie nu waarschijnlijk een beetje gelijkaardig. Wat dat geen andere productie gewoonlijk niet hebt. Hè. Dat is wel, ja, al improvist allemaal. Maar dan lag alles vast. Ideaal. Fijn. Leuk. Ja, en dan, ik heb nog een productie lopen hier voor de gemeente over Murop. Dat is een oude meubelbedrijf dat hier... In de gemeente dat op de fles is gegaan in 80er jaren. En dat was eigenlijk naar aanleiding van erfgoed dat we daar een productie rond gemaakt hadden. Met mensen die er allemaal gewerkt hebben. En dat zijn al zowel mijn leeftijd hè, die daar gewerkt hebben. En dat is een prachtige productie geworden. Die wordt nu nog eens hernomen. Omdat er enorm veel volg op afgekomen is. Fien Leijzen heeft dat helemaal uitgeschreven. Dus Hofstaden of? Nee. Nee, Rijmenland. Rijmenland, ja. Deelgemeente, hè. Ja. Wonheid is eigenlijk de hoofdgemeente. Ja. Dan weten de mensen waar ze naartoe moeten. Hè, Jacques? Dat heeft ook een beetje te maken met het 100-jarig bestaan van de zaal Sint-Martinus. Die opgericht is door een regionale fanfare hier eigenlijk van de gemeente, Sint-Martinus, die ook niet meer bestaat. Maar die zaal is helemaal gerestaureerd en die krijgt terug een functie omdat ter denken dat die zaal 100 jaar bestaat, hebben die productie daar nog eens opgenomen. Omdat het gaat echt over deze gemeente en over de mensen van deze gemeente ook vooral. Ja, dat is
Fijn, wel zo lokale producten. En zijn er ook acteurs die heel van echt lokaal zijn? Of zijn dat, is dat allemaal professionele acteurs van overal? Of voor de productie? Of hoe ziet dat eruit? Het is een combinatie van muziek en video. Oh. Dus de mensen die er gewerkt hebben worden geïnterviewd, maar in een dramaturgische vorm, dat je zo wat dialoog krijgt. En ik vertel, ik speel de rol van een oud werknemer. En ik vertel die verhalen aan de hand van de beelden die ook verschijnen. Zo. En ik ben daar een beetje mee betrokken. Zo wat, hoe noemen ze dat? Cross-mediaal. Zo. Ja. Dat klinkt wel vrijwijs. Ja, inderdaad. En is dat, loopt dat nu of wanneer begint dat te lopen? Dat loopt nu in februari. Zijn er 3-4 voorstellingen gepland hier in Rijvenom. Oké, dan weten onze luisteraars waar ze moeten zijn. Hè. We zullen het ook nog in de show notes zetten. Ja. En dan denk ik dat het een heel mooi eerbetoon was aan de Jean. Wij gaan hem niet wissen. Nee. Dus heel veel bedankt daarvoor, Jacques, dat we daarvoor mochten afzakken naar hier. Ja, met plezier. Hè, met plezier. Misschien kunnen wij nog rap voor 2 dingetjes van onszelf pluggen ook, die er nu aan zitten te komen. Ja, klopt. Wij zijn ook eenmalig als podcast live te zien op 30 januari in Café de Joker in Antwerpen. Daar gaan we een aflevering opnemen voor publiek en daar kunt u dus naar toe komen. Inderdaad. En de wisser himself, Rick van Geel, komt ook. Die gaat er ook zijn. Die gaat vanavond aan elkaar praten. En een ander leuk nieuwtje dat we toch kunnen melden is dat onze volgende gast Sien Eggers is. Ja, dus we hebben mevrouw Protu volgende keer. Dus die gaat er binnenkort ook bij zijn. De volgende aflevering hebben we waar. En mensen die vragen voor hebben, daar kunnen we al in sturen. Ja, dus goed, je weet ons te vinden op de socials. En tot de volgende keer. En we gaan geen minuut stilte voor de genre houden. We gaan gewoon afsluiten. De volgende.